Hallo reviewvrienden. Hoe is het daar in de regie? Lekker, hè? Mooi weer. Ik heb er zin in. We gaan er wat van maken. Maar wat zit er dan toch onder dat doosje? Wat heeft ons Achmetje toch opgestuurd? Ik ben benieuwd. Jullie ook? Laten we kijken. Godverdamme, chocola. Ja, ik ben geen zoetkou. Dat weten jullie waarschijnlijk al. Ik vind suikerhoudende middelen over het algemeen smerig. Omdat ik snel misselijk word. Ik word gewoon heel snel misselijk van zoetigheid. En op nummer 1 misselijkmakend bij mij is de chocola. En dan ook nog een keer die frisse, gore, romige melkchocola. Kijk, een stukje pure chocola van goed fabrikaat, dat lust ik best wel een keertje. Maar melkchocola vind ik smerig. Ik word er misselijk van. Eén happie en ik begin al een beetje. Nou, wat stuurt Achmed op? 8,5 kilo melkchocola van Milka. Blij? Nee, niet blij. De Milka Max heet die. Peanut caramel. Pinda's en caramel met melkchocolade. Het is net alsof ik hoor dat ik iets moet eten. Zeg maar van het niveau hondenpoep. Ik hou niet van karamel. Ik hou niet van melkchocola. Ik hou wel van pinda's. Maar niet tussen karamel en chocola. Verschrikkelijk. Biscuit galette. Wat is in hemelnaam biscuit galette? Ja, biscuit. Hè? Dat kennen we wel. Cookie. Maar wat is nou galette? Dat is dus koek met een of andere vanille drap. En allemaal chocola. Nee, om het even af te maken, hebben ze aan Milka gedacht. Goh, laten we een leuke originele smaak bedenken. Toen kwam er een of andere oetlul binnen en zegt, elk merk heeft iets met cheesecake. Dat moeten wij ook. Nou, daar hebben we hem. De Milka Max Cheesecake. Moet je even kijken. Yeah. De vraag is natuurlijk ook, wie koopt er in godsnaam zo'n achtelijke grote chocoladereep? Want hij is nog mega dik ook. Het is toch helemaal niet, dit is toch helemaal niet fijn om in huis te hebben. Maar goed. Het is gewoon hier, 300 gram. Chocola cheesecake. 300 gram. Welke mensen zitten er nou op te wachten? Alpenmelk chocolade gevuld met vulling. Cheesecake smaak met aardbeienpreparaat. Maar die bewaar ik wel voor het laatst. Ik begin wel gewoon met de makkelijke. Met de peanut caramel. Alpenmelk chocola. Ja, dat hebben ze natuurlijk zelf uitgevonden. Want dat is in godsnaam het verschil met gewone melkchocolade. Nou, niks. Kijk, dat is dan wel weer leuk. Ze hebben dan precies een blokje gemaakt. En daar zit in het vormpje een pindaatje. Nou, dat is niet enig. Hierin zie je dus de pinda's en de karamel. Gaan we. Karamel zit er tussen mijn kiezen. Dan zou ik natuurlijk nu korend, zuchtend en steunend mijn brokje chocolade over de tafel moeten uitspugen. Dat doe ik niet. Waarom? Omdat het eigenlijk best wel smakelijk is. Het is natuurlijk eigenlijk gewoon een Snicker. De oude Snickers. Milka heeft gewoon een enorme Snickers gemaakt. Deze pinda en karamel zijn prima te doen. En die overheersen die gore melkchocoladesmaak. Nou, dat is niet echt vies hoor trouwens. Ik neem niet nog een blokje, omdat ik misselijk word. Maar vies is deze niet. Ik had verwacht dat ik per direct gillend en krijzend over mijn nek zou gaan. In ieder geval. Up. Een blokje. Met erop een koe, hè, melkkoetje. Daar zit een biscuitlaag in en een wit laagje, waarvan ik even ga kijken wat het is. Het is melkcremevulling. Nou, is het niet enig. Vandaar waarschijnlijk het koetje erop. Melkcreme, chocolade, melk, chocolade, melk, melk, chocola en een biscuitje.
Dit is niet helemaal mijn kopje thee. Het brandt helemaal een beetje in mijn keel, joh. Beschietje is beschietje. Die melkprut, die ken je wel. Er zit wel meer onder dingen. Dus een Oreo zit dat ook, dat spul. Alleen deze is een stuk minder lekker dan die tussen de Oreo zit. En dan een kletter chocola, een melkchocola. Niet lekker van smaak. Heel chocolade. Heel zoet. Heel misselijkmakend. Ik meen het serieus. Ik ben dus naar dit stukje perfect misselijk. Mijn maag zegt dus nu, Jan, hiermee moet je ophouden. Dit is niet best. Als je nog iets wilt drinken, dan drink een fles aceton leeg. Met deze chocoladerepen, klaar. En we zijn niet klaar, want ik moet namelijk de cheesecake nog proberen. Ik ben wel echt nu al goor en goor misselijk. Overigens zit in 100 gram 558 calorieën in 100 gram. En dat is zeg maar voor een vrouw een kwart, ruim kwart van wat ze de hele dag mag hebben. Dus als jij als vrouw 1/3 van deze reep naar binnen bunkert, dus dit stukje, mag je voor de rest van de dag eigenlijk alleen nog maar een kopje water en een beschuitje. We gaan naar de cheesecake. Ik moet een beetje opschieten, want nature is calling, om het zo te zeggen. Dat betekent dat ik moet bewegen om niet straks met mijn hoofd boven het potje te hangen. Want ik ben zo snel misselijk. Ik weet het ook niet. Foutje van de natuur. Maar daar heb ik er wel meer van. Ja? Hoi! Kijk, dit is dan de cheesecake variant. Die hebben ze een soort kringeltje erop. Och, dit stinkt zo verschrikkelijk naar chemische cheesecake. Oh, wat zit die in, jongen. Verschrikkelijk. Aardbeien, biscuit. Ja, en dan wat troep. We zien. Oh, je wil niet weten wat er gebeurt als je op dit stukje koud. Er komt een soort koude aardbeien sap uitgelopen, zo in je mondje. Vermengd met hele chemische, nou dat moet dan de cheesecake zelf, heel chemische witte bagger. Dan een koek en dat omhult met melkchocola. Het koren staat me nader dan het lachen. Gas aan het raken, wat vies. Oh, wat erg. Oh, wat erg. Kijk, dus dan hebben ze twee randjes witte. Nou, dat heeft niet van cheesecake te maken. Daartussen zit dan een beetje biscuit. En boven, precies hierboven, loopt dus die vloeibare aardbeien. Wat is het? Aardbeien. Yeah. Goed. De show must go on. Ik ben echt beroerd. Maar goed, doe ik allemaal voor jullie. We gaan eens even kijken naar de cijfertjes. Dat wordt de slachting. Ja, dat hadden jullie ook al verwacht. Had ik ook al verwacht. Neem deze cijfers overigens wel met de korrels zout. Ik had al aan het begin een hekel aan melkchocola. Hè? Dus het wordt niet al snel goed bij me. Maar daar gaan we. De Milka Pinda Caramel Max. Is een enorme bout. Ik zou hem niet kopen omdat hij heel groot is. Ik zou hem zo niet kopen omdat het melkchocola is. Maar deze is lang niet vies. Dit is eigenlijk best wel oké. Dit is gewoon een soort Snickers. En Snickers zijn ook niet echt heel vies. Deze, die krijgt van mij een 6. Oh, een 6, Jan. Dus je lekkerste krijgt een 6. Dat zegt heel veel over de rest. Dat klopt. Die daarna, Biscuit Galetta. En Jozef mag weten wat galetta is. Is koek met een beetje witte troep ertussen. Melkchocola. Misselijkmakend. Het smaakt voornamelijk naar die galetta, denk ik. Dat is die witte bagger ertussen.
en de melkchocola. Het is niet lekker. Het doet zelfs een beetje pijn aan het keeltje. Deze krijgt van mij een 5. En daar zijn we weer. Het wanproduct met cheesecake smaak. Deze jongen had nooit uit de Milka koeienfabriek moeten komen rollen. Waarom? Omdat hij ronduit smerig is. Het is ronduit niet te nakken. Het heeft niets met cheesecake te maken. En God mag weten waarom iedereen die smaak wil imiteren. Maar dit heeft er echt niks mee te maken. Er zit een soort vergiftigende aardbeienprut op. De melkchocolade combineert lekker met die witte bagger die cheesecake moet voorzetten. Stellen. Het is een combinatie van heel veel ellende en verdriet. Deze krijgt van mij een 3. Echt niet te geloven. Nu zijn jullie gewend dat ik zeg, nou, ik neem toch nog een stukje. En dan zo, dat ding in mijn bakkersprop. Nee, ik ben veranderd. En het is chocolade, daar hou ik niet van. Ja? Nou, dag!